vaak is mijn werk niet veel meer als alle oude rotzooi weghalen en zorgen dat je weer ziet wat er eigenlijk onder zit. Hier zie je echt die oude sfeer met die smeerputten en de werkplaatsen. Dit soort publieksgebouwen, wat openbare werken was, wat de trams waren, werden eigenlijk met een soort vakmanschap gemaakt wat we vandaag de dag bijna niet kunnen. En mijn werkwijze is al heel lang luisteren naar het gebouw, kijken wat het kan, wat is de kracht en wat zijn de mogelijkheden, dus de goede gebruikers bij het gebouw vinden. Nu de hallen klaar zijn, kan iedereen zich voorstellen dat het een enorme upgrading geeft. De woningen gingen pas verkocht worden toen de hallen een stukje klaar waren. Maar je ziet ook dat de markt er enorm veel profijt van heeft. Dat er een paar honderdduizend mensen per jaar extra naar dit gebied komen. Het heet tegenwoordig zelfs het Hallenkwartier. De ondernemers uit de buurt vinden allemaal dat ze mee profiteren bij dit hele gebied.